Oostpol speelt de toneelbewerking van de bestseller Laura H. Het boek over het kalifaatmeisje dat in 2016 wist te ontsnappen aan de terreurgroep IS. En bij terugkomst in Nederland werd vastgezet in de zwaar beveiligde gevangenis in Vught. Iedereen raakte destijds in de ban van dit nieuws. En iedereen had een mening. Vanavond is de allereerste try-out. Wat denken de bezoekers? Ik weet dus dat ze wilde vluchten. En dat doet ze met een reden. Ik bedoel, ze gaat dat niet voor niets doen. Dus ik denk dan wel dat ze onschuldig is. Want anders dan bleef ze daar wel. Ja, ik wil het heel graag geloven dat ze onschuldig is. Maar ik twijfel. Ja, ik twijfel wel, ja. Ik denk dat je als mens... kun je in zulke verschillende omstandigheden terechtkomen. En dan is het maar net welke kant het dubbeltje oprolt. Ja, dat is leven. Misschien slachtoffer, ja? Ja. Dat is wel het eerste wat bij mij opkomt. Ja. We zijn in afwachting van wat er vanavond gaat gebeuren. Het is wel van, ze is daarheen gegaan uit vrije wil. Dus er was meer van eigen schuld, dikke bult. Ja, dat dacht ik wel. Maar ik hoop een andere mening, mijn mening aan te kunnen passen na deze voorstelling. Ik verwacht geen antwoord op wat is het nu. Daarbij ken ik Oostpol goed genoeg om te weten dat je vaak nog eigenlijk met meer vragen naar buiten komt dan dat je naar binnen gaat. Maar dat vind ik juist wel leuk. Ik hoef niet altijd zekerheden te hebben. Nee, je mag dus ook niet meer zwemmen in Amsterdam. Met Laura H. maakt Oostpol een reis naar een onbekende wereld, waarvan ze de impact niet goed kunnen inschatten. Het is een verhaal omgeven door twijfels, vragen en uitgesproken meningen. We volgen de aanloop naar deze voorstelling en begeven ons in de repetitiestudio van Oostpol, een aantal weken voor de try-out. Nou, als ik even naar die kijk. Oh, staat dat daar ook? Niet, rond 1 oktober of zo de eerste, dacht ik, zoiets? 29 september. Nee, 5 weken? Nog 5 weken. Tot de eerste try-out. En we zijn nu al op de helft. Super lekker bezig. Ik ben Jade Olieberg en ik speel Laura H. in de voorstelling Laura H. En onze stuntman komt om 12:30. Nee, om 1:00. Dus we gaan ook iets eerder lunchen vandaag. Zodat je niet zo met een volle maag zo... Voordat ik aan de voorstelling begon, had ik wel gehoord van het kalifaatmeisje. Maar ik had het boek niet gelezen. En toen ik de rol kreeg, ben ik me echt gaan verdiepen. En het boek met de markers helemaal doorgegaan, ja. Ik vroeg me nog wel af, zeg maar, voordat die stuntman komt, of er dingen zijn die jullie, zeg maar, echt niet fijn vinden. Hier wil ik gewoon niet aangeraakt worden. Oh, nee, daar heb ik niet. Ik heb geen last van. Je wil overal aangeraakt worden. Nee, vooralsnog niet. Nee, oké. En anders zeg ik stop. Maar goed, dan kan nu een man in principe stop. Gewoon zijn gang gaan. Oh, hij? Nee, ik bedoel... Dat weet ik niet, dat hem ken ik niet. Nee, ik bedoel dat hij gewoon alles, dat hij gewoon kan maken wat hij nu in zijn hoofd heeft. Mijn naam is Nina Spijkers en ik ben de regisseur van Laura H. Er komt vandaag een stuntman, omdat er een heel grote vechtscène in zit. En die willen we kijken of we die zo echt mogelijk kunnen laten lijken. Dat vinden we best wel spannend. Toch? Ja. Ik vind het wel spannend, ja. Ja. Maar ik bedoel dus eigenlijk meer spannend als in zo... Gaat het werken? Nee, gewoon ook een beetje een soort meisjesfantasie van zo met een stuntman werken. Ik heb het gevoel dat we in een Hollywoodfilm zitten dan straks. Toen ik voor het eerst over Laura H. hoorde, toen betrapte ik mijzelf meteen op dat ik haar wilde begrijpen. Maar eigenlijk wilde ik haar begrijpen om niet meer bang voor haar te hoeven zijn. Dus ik dacht, dat moment dat ik haar helemaal snap, dan is zij geen gevaar meer. Dus ik voel me af en toe wel een soort kleine Sherlock Holmes in mijn hoofd, die zo daar een stukje en daar een stukje, en dan denkt, maar die kan nu niet samen. En dat heb ik nog steeds wel. Ja, dat is die vechtscène in Japan. Ik ben Tim Olivier Sommer en ik speel de rol van Thomas. En daarnaast speel ik nog alle andere mannelijke rollen. Ik sta met Jade Olieberg, sta ik op de vloer. Dus we zijn met z'n tweeën. Het is een dialoog waarin ik, dus de Thomas, de journalist, het publiek eigenlijk meeneem in het verhaal van Laura H. Zie je dat misschien maar wel, maar...
Het is geen één-op-één navertelling van het boek. Het is echt een voorstelling. En wij willen eigenlijk een stapje voorbij alleen maar de feiten. Omdat wij Thomas Rup ook als een personage ten tonele brengen. Dus dat is wel een extra dimensie aan de relatie tussen hun. Want in het boek laat Thomas zichzelf eigenlijk voor een groot gedeelte buiten beschouwing. En hier gaat het ook echt over hem. Laura H. was de eerste Nederlandse vrouw die terugkeerde uit het kalifaat en terecht stond. Een zaak waar heel veel twijfel over was. Vertelde zij de waarheid of was ze eigenlijk als spion terug naar Nederland gezonden om misschien om hier een aanslag te plegen? En ik heb mij als journalist vastgebeten in die zaak om achter te komen wat daar van waar is. En dat is uiteindelijk het boek geworden. Want jij wil wel weten wat er gaat gebeuren. Ja, ja. Dat is wel. Ik ben Thomas Rup. Ik ben journalist en de schrijver van het boek Laura H. Misschien is het wel leuk om nog heel even te horen zeg maar, hoe bijvoorbeeld zeg maar, zo'n campagne er voor ons uitziet. Dus vanaf wanneer jij zeg maar, gewoon een stad inrijdt en denkt, oh kijk even, mijn naam hangt hier langs de straat. Ja. Zeg maar, mijn onderzoeksproces is voorbij. Het boek is geschreven en op een bepaalde manier ligt het stil. Het verhaal is daarmee statisch geworden. En ik voel nu eigenlijk deze dagen, deze weken, dat dat weer opnieuw tot leven komt. Voor het eerst komt er een andere creatieve visie op. En ja, ik ben ontzettend benieuwd wat dat gaat worden. Volgende week dus de eerste campagnes draaien. Dat doen we dus online met fotomateriaal. We hebben ook een teaser gemaakt. Een teaser. En een trailer. Dus wil je kijken? Ja, ja. Nou, kom maar even. Mag ik naast je komen? Ja, maar dan moet je, met anderhalve meter, hè? Ja, natuurlijk. Anderhalve meter. Ik ben Evelien Ter Ellen. Ik ben hoofdmarketing en educatie bij toneelgroep Oostpol. Eigenlijk vanaf het moment dat wij aankondigden dat we Laura H. gingen maken, was het aan in het team marketing en educatie. Want we werden eigenlijk vrijwel meteen gebeld door landelijke media. Kunnen wij Thomas Rup als schrijver aan tafel krijgen met Jade? Maar we krijgen ook reacties van mensen die zeggen inderdaad van god, dat je eigenlijk mag je niet. Moet je dat niet doen. Eigenlijk moet je een onderwerp als Laura H. moet je laten rusten. En er was nog niemand die ons gewoon gevraagd had, wat gaan jullie eigenlijk maken? Maar het oordeel was er al wel. Wat een raar verhaal is dit toch eigenlijk? Een Nederlandse vrouw van 20 jaar oud, samen met haar twee kinderen. Ze zat bijna een jaar lang vast in IS-gebied. Laura H., misschien wel de meest bekende Syriëganger van het land. Sweet Lake City. Embracing a perverted interpretation of Islam that calls for war against America and the West. Ondanks het gewelddadige huwelijk van Laura H. had ze nooit met haar man en twee jonge kinderen mee mogen gaan naar Syrië. Het is een verhaal waar puzzelstukjes ontbreken. Ja, de meest gehoorde vraag natuurlijk is het jaar. Ja? Ja, joh, wat alleen in die blik van Jade al zit, hè? Nee, dus kijk gewoon heel... die camera en het. Ja, we hebben dus heel veel takes opgenomen. We hadden dus gisteren een teaser af en die was dus echt helemaal te gek. En toen keek Nina en toen zei ze, slachtoffer. Ja. Dat moet opnieuw. Ik ben mij door de berichtgeving rondom de echte Laura heel erg bewust van het feit dat haar verhaal enorm gevoelig ligt. En dat het voor bepaalde mensen iets heel persoonlijks ook raakt. En ik ben me er wel heel erg van bewust dat wij haar niet mogen neerzetten als een slachtoffer, maar ook niet vol als een dader. Dus wat mij spannend lijkt, en dat is wat ik nu probeer met de voorstelling, is om al die kanten van haar te laten zien, waardoor de keuze uiteindelijk bij het publiek ligt. En misschien zelfs wel dat het publiek voelt, misschien hoef ik helemaal geen keuze te maken. Hallo. Hey, hallo. Hoi, sorry dat je later bent. Nee, is helemaal niet erg. Het is ook een mat. Dit is zo professioneel allemaal. Wat heerlijk. Ja, en pets. Ik wist niet wat jullie er zelf hadden, dus ik denk alleen maar wat mij... We hebben niks, denk ik. Nee. Okay. Meestal in het theater, als je... als zo'n vechtscène, die duurt meestal niet langer dan 30 seconden. Omdat het daarna dat niet vol te houden is dat het zeg maar echt is of nep. Snap je wat ik bedoel? Ja. Dus mij lijkt het wel tof om echt uit te proberen hoe lang het kan duren. Ja, in realiteit houdt het natuurlijk op een gegeven moment wel een keertje op, hè, met meppen. Ja. Ja, we willen het wel waar het getrouw laten zien. Dus dat we dat echt laten zien hoe het was, ook voor haar. Dat het niet een soort slapstick gevecht is, maar dat je ook voelt van... ze is ook slachtoffer geweest. Ik doe niks. Ja. Oké.
Jij kan je dus ook aan zijn armen zorgen dat jouw bal geleidelijk gaat. Ja, dus je kan je volledig op mij leunen. Okay. Ja. Omdat ik Tim kende, was voor mij wel heel fijn. Omdat het een heftig verhaal is. Want ja, Tim speelt alle mannen in Laura's leven. Dus zowel Thomas Ruip als haar vader, als alle vriendjes die ze heeft gehad in haar jeugd. En Ibrahim, de man die haar mishandelde en met wie ze naar het kalifaat ging. Ah! En dan volgens mij dat gevecht is wel heftig. Het is wel dat je een knop moet uitzetten om dit even te doen. Omdat het zo onmenselijk en niet in je natuur ligt om zo met iemand om te gaan. Ik ben niet Tim nu. Ik ben nu Ibrahim die dit doet. Of het personage die dit doet. Dus dat is wel heftig. Alsjeblieft niet schieten. Ja. Dan schud ik mee. Doe maar echt tegen haar slapen, want dan kan ze echt niet bewegen. Mag ik hier iets op? Zeker. Als je iemand onder spot houdt. Ja, doe het maar voor, ik heb geen idee. Kijk, dan pomp je dat geweer er gewoon in. En dan gaat er hoofd scheef. Als je nu je hoofd scheef doet, dit is onder schot houden. Dit is iemand bang maken. Wat deze voorstelling bijzonder maakt, is dat er wapens gebruikt worden. En in dit geval is het een AK-47. En daar zijn regels voor en protocollen die je moet volgen om het mogelijk te maken om überhaupt met een geweer op tour te kunnen. Ik ben Jeroen Heijnen, productieleider bij Toneel Gepoospol. Tim die heeft hiermee gerepeteerd. En nadat we onderzoek hadden gedaan over de haalbaarheid van het gebruik van dit wapen, zijn we erachter gekomen dat doordat we hem op een bepaalde manier verfraaid hadden, dus gespoten hebben, verzwaard hebben en verlengd hebben, dat het verboden is. En zijn we op zoek gegaan naar een andere variant. En tijdens de tour en tijdens de montageperiode zal er met aanwezigheid van de technicus het echte geweer gebruikt worden. Die overigens vergrendeld is. Dus er is geen enkele mogelijkheid dat hij ook maar een functie kan hebben om te schieten. En dat is dit wapen. Dat is het wapen wat we op dit moment gebruiken voor de gevechtsscènes van Laura H. En het is niet geschikt voor munitie. En nu hebben we dus een echte Kalashnikov. Want ik vind dat wel heftig hoor. Het doet echt iets meteen met je lijf. Het is een heel groot verschil, die twee wapens. Ja. Wat gaat er doorheen als je dit ziet? Oh, als je ja, je man speelt het maar. Nee, maar Jake is niks te spelen. Nee, zeker. Nee, ik bedoel... Je denkt gewoon... Je bent gewoon dood van binnen al, denk ik. Ja. Nou, nu tijdens de repetities sta ik er niet helemaal voor open om het heel erg binnen te laten komen. Dat vind ik nu voor elke dag even te heftig. Maar ja, je onderzoekt natuurlijk wel het een en het ander. Maar ik denk dat het straks echt bij de tour, als je dat elke avond zo opnieuw intens... Ja, dat wordt wel heftig, denk ik. We zijn wel uitgeput, denk ik, ja. Ja, dat denk ik ook. Ook emotioneel ook, emotioneel, denk ja, ik. Zeker. Ja. Maar ja, ik wil dit heel graag spelen, omdat ik wil het begrijpen. En waarom dat is, daar zijn we denk ik allemaal nog niet echt achter waarom we dit nou zo goed willen begrijpen. Maar het gebeurt. Hmm. Dus we moeten er niet voor wegkijken. Ja, precies. Heb jij de intentie om hier te schieten? Nee. Ja. Dan moet je niet de vinger op de trekker houden. Trainer, ja, moet hij sowieso vastpakken, kan jij daar iets aan doen? Ja, het hangt erop of hij getraind is of niet getraind is. Hij is wel getraind. Hij heeft een IS-trainingskamp. Ja, dan hou je een wapen niet zo vast. Op een propagandafilmpje, ja. Dit is hoe je een wapen vasthoudt. Ja, maar het is echt, ik kan denk ik nog een half uur hebben. En dan kan ik het gewoon niet meer aan. Nee. Dan wil ik het gewoon niet meer zien. Maar Thomas heeft toch gezegd dat hij het niet eens allemaal heeft opgeschreven. Dat het zo heftig was dat hij het niet allemaal heeft beschreven, omdat het gewoon te veel is. En Martien, ik zag een mailtje van jou voorbij komen over de educatie. Het wordt één A4'tje, ja, waarin beknopt staat wat de
voorliggende eigenlijk geschiedenis is van dit stuk. Ja, nee, wij maken echt producties over mensen, maar ook hoe moeten we in deze tijd met elkaar omgaan. In de tijd waarin we leven, met zoveel verschillen en zoveel meningen en zoveel onderwerpen waar je eigenlijk niet meer zo heel goed van weet wat je er wel en wat je er niet over kunt zeggen, die heel veel controversie of heel veel discussie oproepen. Dat is heel erg de leidraad voor het werk wat wij maken. Het zou echt niet goed zijn als wij Laura Haar niet zouden maken. Nee, dat past naadloos in die lijn van verhalen waarvan wij vinden dat ze verteld moeten worden. Maar ook onderwerpen die het verdienen om van meerdere kanten belicht te worden. Het zijn onderwerpen die gaan over terugkerende moeders met kinderen uit Syrië. Het gaat over terrorisme. Het gaat over hoe wij kijken naar andere religies. Maar we merken ook dat het heel moeilijk is op dit moment in onze tijd om daar gewoon een gesprek over te kunnen voeren met elkaar. Zonder dat het boos wordt. Zonder dat de ene mening belangrijker is dan de andere mening. En dan vraagt zo'n verhaal eigenlijk om een podium, vinden wij. Jade heeft gesproken met de Telegraaf gisteren. Verschijnt 30 september. De Groene Amsterdammer gaat een voorpublicatie doen. Ik heb net gesproken met Radio 1. Kunnen wij de impact inschatten van deze voorstelling? Nee. En ja. Wij weten dat we met Laura Haar een controversieel verhaal brengen. En tegelijkertijd, we maken een voorstelling. Dus we maken ook theater. We nemen geen stelling in, maar hopen misschien ook wel dat het verhalen los gaat brengen. Dat het maakt dat we door deze voorstelling mensen met elkaar in gesprek brengen. Ik zou dat wel tof vinden als dat gaat gebeuren. En aan de andere kant, kunnen we de totale impact inschatten op het moment? Nee. Nee. En we hebben misschien ook wel, zeg maar, door corona, waar we dan in zitten, inderdaad, zijn we, ik denk, wel meesters geworden in het bedenken van scenario's. Dus ik denk dat er straks voor elke mogelijke uitkomst een scenario op de plank ligt. Hoe ze reageert als haar advocaat haar met klem adviseert te zwijgen. Tot grote frustratie van de politie. De meeste terugkeerden zwijgen. Omdat het voor het OM vrijwel onmogelijk is om te bewijzen wat een terugkeerde in het kalifaat heeft uitgesproken. En dus zwijgen de beste strategie is om een hoge gevangenisstraf te ontlopen. Ik voel een behoorlijke verantwoordelijkheid om Laura H. goed te vertolken. Zeker omdat het, ten eerste omdat ze dus zelf nog leeft. Dat is de eerste keer dat ik iemand die besta naspeel. En ook omdat dit verhaal zo gevoelig ligt en je het idee hebt dat er bij iedereen van alles in het verkeerde keelgat kan schieten. Alle kanten op, zeg maar. Dus die druk voel ik zeker. Heeft ze misschien met IS een deal gesloten? He, is ze hier met een opdracht? Gaat ze zich straks hier ergens in Nederland met een bomgordel opblazen? Ik heb nooit getwijfeld om deze rol aan te nemen. Omdat ik denk dat als het iets zo spannend is, dat ik dat dan dus juist moet doen. Dat dat niet voor niets zo spannend is. En dat ik wil niet weglopen van mijn angsten. Er is volgens mij ook wel eens gesproken over beveiliging tijdens de voorstellingen. Dat heb ik ooit helemaal bij de eerste lezing een keer gehoord. Ik weet niet in hoeverre dat nog nodig is. Volgens mij doen we alles met heel veel respect. En ik ben niet bang. En ik wil niemand voor de voeten lopen, maar ik vind dat het verhaal verteld moet worden. Ja. Ook zou deze hele ontsnapping gecoördineerd zijn door ene Daniel Keuler, die nauw samenwerkt met de Nederlandse overheid. Ik zwijg. Hij heeft duizenden euro's betaald aan mannen van wie jij de naam niet mag noemen. Nederland was op de hoogte. Ik zwijg. Er zijn een aantal aspecten in deze voorstelling waarbij ik het gevoel had dat we dat heel precies en goed moeten benaderen. Dus er zit bijvoorbeeld wat Arabisch in. Er zitten wat rituelen uit de islam zit erin. En toen heb ik Tofik Dibi gevraagd om ons te helpen. Omdat ik dacht, het is al een gevoelig onderwerp. En wij willen absoluut niet een negatief beeld presenteren van het geloof over moslims, over die gebruiken. Dus ik dacht, dat moeten we super precies doen, met heel veel respect. En dan moet het ook echt zijn. Dus dan moet de uitspraak goed zijn, dan moeten de rituelen kloppen.
En jij was dus ook zo deze. Zo, en je moet dus ook tussen je vingers wassen. Je weet, sommige mensen vergeten hun benen te wassen. En je moet alle plekjes proberen aan te raken met water. Nu deze tijd met corona wel. Ja. Als we dat ook helemaal synchroon krijgen, dus dat je allebei tegelijkertijd pakt, is denk ik heel mooi. Het wordt dan heel erg saamhorig en soort van twee. Ja, maar ik denk, we zeggen namelijk genoeg lelijke dingen over islam en ideologie. Als in, er komt genoeg lelijks uit voort. Dat dit voor mij echt een moment is dat ik denk dat we de schoonheid moeten vieren in alles wat die is. Dat heb ik nog nooit gezien. Dus dat kan, als je dat goed uitbeeldt, kan je ook zeg maar die kant, precies wat je zegt, die mooie kant kan je dan ook laten zien naast, laten we zeggen, de ellendige kant bij ISIS. Ja. Laten we zeggen, de dagelijkse huis, tuin en keuken moslims, zoals ze ze noemen. Ja, precies. Dat is gewoon, zo ziet het eruit. Ja, nou, te gek. Er zijn de meeste moslims zijn huistuin- en keukenmoslims, zeg maar. Ja. Dat is een goede term. Okay. Nou ja, de schoonheid van dat, het gebed of het Arabisch, dat je dat ook laat zien. In plaats van dat Nederlanders natuurlijk altijd snel geneigd zijn om weg te kijken. Nu, wat je nu zegt is weer heel kort, zijn weer drie dingen achter elkaar. Dan laat het maar eens allemaal even zien hoe het is. En ook hoe mooi het is. Ik wist er zelf dus ook niets van. Niet omdat ik dat niet wilde, maar dat je daar gewoon nooit in hebt verdiept. Ja, dus dit is een beetje scheef. Dus je zit er echt op die linker. Oh. Dus probeer hem zeg maar. Ja, precies. Juist, dit is hem. Als je dit alleen al uitbeeldt, is het heel erg authentiek en zeg maar geloofwaardig. Nou, ik denk zo'n verhaal moet je serieus nemen. Deze geschiedenis moet je serieus nemen. Dit zijn echte maatschappelijke problemen. Dit zijn echte mensen. Dit is een echte wereld. Dit zijn dingen die zich echt afspelen in onze maatschappij. En op het moment dat je je er makkelijk van afmaakt, een soort fictieve invulling geeft van hoe dat wel zou kunnen gaan, je meteen door de mand valt en je geen recht doet aan de complexe werkelijkheid. En ja, je ziet dat in alles hier wordt geprobeerd om dat wel te doen. Om dit verhaal in al zijn facetten te laten zien hoe ingewikkeld of pijnlijk dat soms ook kan zijn. Allah. Dus niet, weet je wat we vorige keer zeiden? Heel veel mensen zeggen Allah. Nee. Allah. Zeer disrespectvol. Ja. Allah. Allah. Ja. Maar het is eigenlijk een soort... Er zit automatisch een spanningsveld tussen een waargebeurd verhaal, een journalistiek verhaal en artistieke vrijheid. En ik ben heel blij dat ik de kans heb gekregen om daar ook bij betrokken te worden en mee te kijken. En ook bij te sturen waar nodig. Dus ja, er zijn momenten geweest dat ik dacht van nou, dit kan gewoon dichter bij de waarheid. En het doet niks af aan de kracht van het verhaal. Nou, volgens mij is dat gewoon heel belangrijk. Dat je voelt dat er toch wel een enorme schakel om moest om daarheen te gaan. Moet er ook een enorme schakel weer teruggedraaid. Ik zat kopje onder in dit verhaal. Obsessief. Ik ben anderhalf jaar met niks anders bezig geweest dan met hier de feiten verzamelen, controleren en schrijven. En nu voel ik hoe er eigenlijk van buitenaf gekeken wordt naar de rol die je dan hebt als journalist in zo'n publieke geschiedenis. En ik snap dat die naam Thomas erop zit, maar dat het niet per se ik betekent. In de laatste week voor de try-out is de montageweek. Voor het eerst komt alles en iedereen samen. In het geval van Laura H. wordt gewerkt met live registratie en videoschermen. Dus er komt een hoop techniek bij kijken. Jade, ga eens naar achter. Ik sta je voor. Eventjes naar achter voor de test. Ik ben Dennis van der Broek en ik ben scenograaf. Ik ontwerp eigenlijk het decorbeeld. Aangezien Laura H. een tot de verbeelding sprekend personage is. En er bestaan zoveel perspectieven en zoveel meningen op wie zij is en op wat zij heeft gedaan, dat we eigenlijk dat gegeven wilden abstraheren en wilden vertalen in een visueel beeld. Ik vind dit mooier. Dus wat je ziet is één scherm. Dat scherm is eigenlijk opgesplitst in vijf schermen, waardoor je eigenlijk dus altijd vijf perspectieven op Laura kan laten zien. En de journalist, dus het andere hoofdpersonage, probeert tijdens de voorstelling, zoals de echte journalist dat ook heeft geprobeerd, grip te krijgen op wie zij is en wat ze heeft gedaan en wat dat betekent voor de maatschappij, maar ook dus. Hij is eigenlijk degene die haar fysiek met die camera probeert te vatten en probeert te grijpen. Zodat het publiek vervolgens die associaties en die perspectieven tot zich kan nemen. Ja.
wat de impact van de voorstelling gaat worden, ik vind dat heel, heel lastig om in te schatten. Wat ik altijd merk is dat op welke manier dit verhaal benaderd wordt, of het in fictie is of het in interviews is, het roept altijd emoties op. Maar op een of andere manier, mensen vinden er altijd iets van, voelen er veel bij. En ik denk dat dat zeker nu ook wel gaat gebeuren. Maar ik ben heel benieuwd wat dit weer losmaakt. Wij willen niet onze mening vertellen, maar juist de... Maar ik denk wel dat we ook bij deze voorstelling weer andere mensen aan ons weten te binden. Dus die, ja, er zijn veel steden in Nederland die te maken hebben met de problematiek van geradicaliseerde jongeren. En we zijn ook in de aanloop hier naartoe zijn wij in gesprek met... Met onze eigen gemeente in Arnhem hebben we mensen gesproken over, weet je, wat doen wijkwerkers op dat gebied? Wat je ziet dan is dat de voorstelling, omdat hij best wel, hij krijgt best wel een soort documentaire-achtige aard van de voorstelling, dat we ook zien dat er veel mensen die bezig zijn met die problematiek ook naar die voorstelling komen. Ik zou het prachtig vinden als er jonge mensen komen kijken. Misschien ook mensen met hele diverse achtergronden. Die ook zien wat er gebeurt met iemand die zijn plek niet kan vinden. En hoe gevaarlijk het kan zijn dat dat soort mensen dus zich gaan isoleren of gaan radicaliseren. En uiteindelijk ook eigenlijk wegvluchten uit Nederland. Omdat je het gevoel hebt dat je hier niet thuis hoort. Of niet wordt gezien als iemand die hier thuis hoort. Dus ik hoop heel erg dat dat ook iets is wat overkomt. Dat mensen daar naar komen kijken. En het liefst ook jonge mensen die daar... echt iets aan kunnen doen of iets aan kunnen hebben. Laura zal het stuk zeker gaan zien. Maar dat zal ze gewoon privé doen als een van de bezoekers. Zij leidt inmiddels ook gewoon haar eigen leven. Ze studeert en ja, hoe langer het geleden is, hoe verder dit verhaal ook in haar eigen achteruitkijkspiegel staat. Maar tegelijkertijd heeft ze altijd gezegd, ik wil dat dit verteld wordt. Dat mensen er iets van kunnen leren en dat op een of andere manier deze duistere geschiedenis tot iets positiefs kan worden omgevormd. En ze zal zeker willen kijken. Dus ook in anonimiteit, ja. De eerste try-out zit erop. Zijn de meningen bijgesteld? Nu is het niet aan mij, nu is het aan het publiek. Dus ik ga me buiten verschuilen en dan mogen mensen iets zeggen. Het eigen schuld dikke bult verhaal, is dat nog aan de orde? Ja, ik ben nu heel eventjes flabbergasted. Ik wees nog wel iets om over nog even op te kouwen, ja. Dus het is niet zo dat ik nou zeg van, ja, is nu duidelijk. Ik heb nog wel iets om over na te denken. Maar het was in elk geval een hele boeiende voorstelling. Eigen schuld, dikke bult. Ik weet het niet, ik moet nog even over nadenken. Verder. Als de vraag komt, geloof je haar? Dan denk, ja, dat denk ik wel. Ja, dat denk ik wel, ja. Oh, maar ik vind het heel lastig, maar ik denk het wel, ja. Ja, als je aan mij vraagt of je er vicker gelooft, dan zeg ik nog steeds, ik wil het heel graag geloven. Ja. Maar ik twijfel ook nog steeds wel.